Dames en heren, jongens en meisjes, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom terug, mijn naam is Job, a.k.a. Edward Schuber. Je kunt mij kennen van internet en soms ook internet. Vandaag gaan wij wat heel leuks doen. Vandaag gaan we namelijk kijken of wij ons kasteel kunnen gaan upgraden naar het volgende level. Ik heb weer 75 munten gekregen, omdat ik namelijk actief ben als plusmember in Robux. Roblox, Meep City. Leuk dat je kijkt. Doe even een blauw duimpje omhoog binnen 5 seconden als je dat nog niet hebt gedaan. Zoals jullie kunnen zien, dit is ons huidige kasteel. Maar het kan beter. Het kan beter. Tenminste, ik denk dat het beter kan. En op basis daarvan heb ik de vorige keer een aantal kleurtjes gekocht, als het ware. Ik weet alleen even niet zo goed waar je dat allemaal kunt gaan upgraden. Dat kon je hier doen, right? Of kon je dat hier doen? Ah, dat kon je hier doen, inderdaad. En dan ga je naar Paint. En hier kan ik dan de kleuren veranderen. Nou, ik wil gewoon eens even kijken. Ik vind mint vind ik een hele mooie kleur. Maar eigenlijk meer voor dit vind ik het mooi. Ja, alleen wat kan ik dan voor kleur doen als dak? Oh, deze past eigenlijk al best wel goed. Nee, dit is echt afschuwelijk. Ja, dit is mooi. Of bruin misschien. Bruin is ook decent. Of oranje. Hoe ziet oranje eruit? Wacht even. Over oranje heb ik ook wel een goeie. Maar wacht even. Ah, dit is al wel een stuk mooier. Wat ik daarnaast ook heb geregeld is een bepaald soort wallpaper. Zowel voor de vloer, wat natuurlijk geen wallpaper is, maar een flooring. Maar wat ik dus wou doen, is ik wou vandaag meer kamers gaan inrichten. En ik wil eigenlijk eerst deze kamer gaan inrichten. Ik heb namelijk als het goed is een bubbelmachine gekocht. En ik wil even kijken of dat inderdaad het geval is. Daarvoor moet ik even naar de attic toe. En dan zal ik hem hier ergens hebben staan, I guess. Oh gosh. Waar ben ik? Waar ben ik? Oh, ik weet niet waar ik ben, maar dit lijkt niet helemaal volgens plan te lopen. Ofwel, wat is dit? Ja, hij is hier. Oké. Eén bubbelmachine. Wat nou als ik heel deze kamer volzet met bubbelmachines aan alle kanten en ik er dan middenin ga staan? Misschien verander ik mezelf dan in een levende bubbel. Oké, dat is onrealistisch. Maar goed, het is wel een leuk idee. Alleen moet ik dan natuurlijk wel eerst even de flooring aanpassen. Ik vind dit wel een hele mooie toepasselijke kleur. Wacht even hoor, dat gaat niet... Oh. Ah, wacht, wat? Ik heb het boven geplaatst. Dat was helemaal niet mijn intentie. Oh, wat stom. Kijk. Ah. Ik begin het nu pas te begrijpen. Dat is niet helemaal goed gegaan. Heb ik hem nu hier staan? Ja. Oké, dan doe ik hem even terug. Zo. Dan zoom ik even in. En dan zet ik hem hier neer. Kijk, hier moet hij zo staan. Ik kom natuurlijk wel even gelijk omdraaien. En dan wil ik dus hier een hele rits met alleen maar bubbelmachines. Gaat een grote investering worden. Maar lijkt me wel erg grappig. En eigenlijk moeten we dan in het midden een jacuzzi neerzetten. Waar je in kunt gaan zitten terwijl al die bubbels op je afgevuurd worden. Dat is een fantastisch idee. En natuurlijk de wallpaper is ook belangrijk. Ik heb als het goed is nieuwe kleuren gekocht. Of heb ik dat niet gedaan? Deze is wel mooi. Dit doet mij ook een beetje denken aan bubbels op een of andere manier. Of is dit meer bubbly? Dit is ook wel bubbly. Nee, dit is leuker. Oké, nu we dit hebben gedaan. En we het eerst hebben neergezet. Oh, hebben we nou verkeerd omgezet? Nee, we hebben het nu verkeerd omgezet. Oh, wacht even jongens. Er gaan zoveel bubbels uitkomen als we zometeen die hele rij hebben. Oké, laten we daar nu alvast even voor naar de winkel gaan. We moeten eerst natuurlijk weer wat coins erbij kopen. Ik denk dat ik gewoon deze ga kopen, man. 10.000 Robux. Of 10.000 Robux. Ik ga 10.000 coins kopen voor 1600 Robux. Enorme investering. Investering. Jongens en meisjes, dat is een enorme investering. I know, right? Maar we gaan er alsnog voor. Op een of andere manier doet deze meme mij elke keer denken aan Meowth. Zeg maar die soort van sidekick van Team Rocket. Met die edelsteen op zijn voorhoofd. Gewoon puur door die oortjes en dan dezelfde kleuren als de vacht van Meowth. Oké, wat we dus nu gaan doen is... Oh my god, we hebben gewoon weer 10.000 coins erbij gekocht, hè. Wij gaan nu naar de plaza toe. En wij gaan daar dus net zoveel bubbelautomaten halen als mogelijk is. Daarna gaan we terug naar ons kasteel. En gaan we kijken wat er gebeurt wanneer we al die bubbelmachines tegelijkertijd aanzetten. Terwijl wij in het midden in de jacuzzi zitten. Ik ben super benieuwd. Ik vind deze ook wel heel erg mooi geworden, hoor, jongens. Dat roze en dat blauwe heeft een hele Disney-achtige vibe. Ziet er echt een beetje uit als een soort van kasteel voor Frozen of zo. Ja, I don't know. Het komt bij mij een beetje op die manier over. Oké. Oh, eigenlijk moet ik in real life een keer een enorme bubbelmachine kopen. Dat lijkt me zo leuk. Ik zou Jeyun daar wel eens een keer mee in de maan kunnen nemen. Dat wanneer die slaapt, ik gewoon 2, 3 van dat soort machines aansluit. Ik ze aandoe en gewoon keihard begint te schreeuwen. Dan wordt hij wakker en dan zit hij overal bellen. Oké, dat is op zich best wel een heel erg geinig idee. Maar eerst naar de furniture shop om te kijken of wij daar meer bellenblaasautomaten kunnen halen. Ik heb trouwens wel een keer een video gemaakt op DutchTuber 2 waarin ik met bellenblaasautomaten ging spelen. Dat ging niet goed. Ik heb bijna mijn huis op laten stijgen in een bubbel. Doet mij denken aan die aflevering van SpongeBob waarbij dat gebeurt. Waar hoort dit eigenlijk bij? Dit hoort bij Party Essentials, right? Of niet?
Entertainment. Ah, het hoort bij entertainment. Oké, daar gaan we. Nou, we gaan er dus een hele hoop kopen, jongens en meisjes. We blijven alsmaar doorgaan. Hoeveel gaan we er in totaal nodig hebben? Ik denk legit dat we al onze coins hier aan uit moeten gaan geven. We kunnen ook andere kleuren doen! Oké. Wacht even, welke... Hij is al roze. Oh nee, hij is nog niet roze. Oké, dan ga ik er nu allemaal roze bij doen. Dan kan ik dat een beetje met elkaar afwisselen. Oh, dat is zo leuk. Dat is zo leuk, jongens. Dat is zo leuk, jongens. Ik ben echt gewoon doezoes aan het spenden gewoon. En gewoon duizenden coins eigenlijk aan alleen maar dezelfde soort apparaten. Namelijk bellenblaasmachines. Even voor de duidelijkheid. Ik heb dit vaker verteld. Robux kopen is niet noodzakelijk. Het is natuurlijk leuk om naar te kijken dat ik het doe. Maar ik vind het persoonlijk zelf leuker om gewoon Roblox te spelen zonder Robux te kopen. Want zo werk je namelijk echt naar een bepaald moment toe. Waarbij je een x aantal dingen kunt betalen in het spel. Zonder dat je er echt geld aan uitgeeft. En dat is eigenlijk gewoon beter voor jou en voor je bankrekening. Dus ik raad je eigenlijk sowieso aan om dat gewoon te doen. En de reden dat ik het natuurlijk doe is gewoon omdat ik het opneem en ik wil er een leuke video over maken. Oh, een whiteboard is ook wel lachen. Je kunt er echt op tekenen! No way! Je kunt er gewoon legit echt op tekenen! Dat is zo vet! Oké, dat wil ik sowieso nog gaan doen. En die popcornmachine wil ik ook heel erg graag hebben. Maar laten we eerst zoveel mogelijk van deze kopen. Ik koop nog even een aantal groene bij. Hopsakeetje, hoeveel geld heb ik nog over? Nog redelijk wat. Maar heel de kamer moet natuurlijk vol komen te staan. En dat is het probleem. Heel de kamer moet vol komen te staan met deze bellenblaasmachines. Oké, zijn we klaar? We zijn nog lang niet klaar, jongens en meisjes. Ik zie het bedrag aanzienlijk naar beneden gaan. Maar we zijn nog lang niet klaar. Laten we een aantal rode nog erbij kopen. Oh, wat? Oh, ik heb te veel! Ik denk al, waarom gaat mijn geld niet naar beneden? Maar ik heb er te veel gekocht, jongens. Ik heb er te veel gekocht. No way. Oké, hoeveel heb ik er nu in totaal? Kan ik dat zien? I don't know. Laten we gewoon even naar ons huis toe gaan. En laten we kijken wat er gebeurt wanneer we deze allemaal neerzetten. Ik zal er waarschijnlijk wel 10 of zo hebben op dit moment, denk ik. Of 20. Ik weet niet hoeveel je van één soort in je inventaris kunt hebben. Maar let's go. De eerste staat al klaar, jongens. En we gaan dus nu de rest neerzetten. Oké, let's go. Oh, we hebben er maar 9. Are you freaking serious right now? Dat is inderdaad niet heel erg veel. Maar goed, is niet erg. We gaan ze gewoon alsnog allemaal neerzetten. En het leuke is, we gaan ze dus gewoon allemaal naast elkaar plaatsen. Dus deze die kan er mooi middenin gezet worden. Hopsakeetje. Oh, jongens en meisjes. Dit wordt zo enorm vet. Waarschijnlijk gaat het ons dus niet lukken om heel de kamer ermee vol te zetten. Want dan zijn we waarschijnlijk morgenavond nog bezig. Maar we kunnen wel alvast een mooi begin maken. En dan elke aflevering er gewoon wat meer neerzetten. Zo. Oh god, jongens. Dit wordt wat hoor. Dit wordt wat hoor. Ja, dit wordt serieus wat. Even kijken, hoe ga ik dit doen? Ik denk op deze manier. Ik begin nu een beetje scheef te staan allemaal. Waar heb ik me nou net neergezet? Oh, hij staat hierin. Wat dek, hij zat in de jacuzzi. Dat lijkt mij allesbehalve veilig. Ja, kijk, dit zit goed. En dan plaatsen we er hier nog 2. En dan zijn we voor nu even klaar. Even kijken. Zo. En dan de laatste roze. Die mag zo. Oh gosh, jongens. Oké, het ziet er misschien niet heel erg heftig uit. Maar we hebben er toch wel echt een aantal neergezet. Oh! Holy moly! Het zijn er zoveel! Het zijn er zoveel! Dit is wel nice. Kennen jullie die aflevering van SpongeBob dat ze al die bubbels gaan proberen te poppen? Hier gaat dat niet lukken, jongens. Het zijn er net even ietsje te veel voor. Oh my god, dit is zo vet. Dit is zo vet. Eigenlijk is het wel leuk als we op een gegeven moment heel die kamer vol hebben, hè, jongens. Oh my god, dat is epic. Laat ik... Oh, dit is perfect. Wacht eens even. Dit is echt legit perfect. Laat ik even hier naartoe gaan. En ik heb, als het goed is, heb ik nog dat springkasteel, right? Die balpit. Kan ik die hier plaatsen? Kan dat? Gaat die passen, hè? Nee, het past niet. Het past niet. Oh, die zullen we terug moeten zetten. Wat kunnen we in deze kamer doen? De greenscreen misschien? Of is dat ook te groot? Ik wil deze, dit zo'n leuke, kleine, gezellige kamer. Daar kun je van... Een badkamer. Een badkamer is hier perfect. Hier kunnen we een perfecte badkamer van maken, jongens. Zo, deze zetten we mooi in de hoek neer. Hebben we een douche? Dat niet, maar wel een televisie. En die zetten we hier neer. Lekker naar puppy's kijken in bad. Waarom niet? Het toilet kunnen we natuurlijk ook nog wel even neerzetten. Dat is misschien ook wel verstandig. Die zetten we hier zo neer. En dan hebben we natuurlijk ook nog even iets nodig om onze handjes mee te wassen. Dat is natuurlijk wel zo hygiënisch. En die zetten we hier neer. Ja, jongens en meisjes. Alleen er ontbreekt nog wel iets. Er moet hier nog wel... (lacht)
Ik ga hem zo plaatsen. Wanneer je dan in bad zit, kun je of televisie kijken, of een liedje zingen. Dat is toch wel... En zelfs wanneer je samen met iemand bent, kan diegene voor jou jureren of je het liedje goed hebt gezongen. En dat doet hij niet via het toilet, dat doet hij gewoon op een echte jurystoel die tegenover het toilet staat. Nee, dat gaan we niet doen. Dat ziet er echt vreselijk uit. Dat kunnen we echt niet maken. Wat we wel kunnen doen, is de belichting gewoon op deze... Dit is zo erg, jongens. Oh, gosh. Alsof we in een studio zitten. Wat erg. Kijk dan. Oh, dit is het gewoon, hoor. Dit is het gewoon. Hoppakee. Bad aan. TV kijken. Even een andere zender. Oh, een kat. Ook leuk. Nee, ik wil iets anders zien. Een hond. Waarom zijn er alleen maar honden en katten? Zijn er ook andere dingen? Weer een kat. Andere zender. Ah, kijk. Nou, jongens. Wij hebben toch wel het leven, hoor. Gewoon het leven wat elk kind wil leiden wanneer hij zijn eigen huis zou hebben. Dat hebben wij in Meep City. Dat is gewoon een feit. Dat hebben wij in Meep City. Ja, ik ben even aan het nadenken. Wat kunnen we nog meer plaatsen? We zijn namelijk erg lekker bezig. We laten onze vrije creativiteit overal naartoe gaan. Zouden we dat greenscreen kunnen plaatsen? Het zou wel komisch zijn. Ja joh, waarom niet een greenscreen studio en een badkamer in één? Zo doen we dat gewoon joh, dat is helemaal niet gek, dat is hartstikke normaal. Normaalste zaak van de wereld. Nou, dat hebben we gedaan. Ja, hier de bellenblaasmachines. Ik ga hier denk ik wat popcornmachines neerzetten. Of ja, wat is wel heel erg duur, maar... Of een extra tafeltje, wacht. Ja, deze zet ik hier neer. En dan aan deze kant plaats ik er ook één, als het kan. Kan ik jou... Ja, super chill. Hoppakee. En daar ga ik gewoon wat dingen opzetten. Dit is een... Ah, dat is wel leuk misschien om neer te zetten op de tafel. Oh nee, dat kan niet. Dat is iets van Meep. Daar kan hij zeg maar lekker mee spelen. Is er iets anders wat we kunnen neerzetten? I don't think so. Maar dat gaan we de volgende aflevering doen. Ik wil nog wel wat slingers plaatsen. Ik wil... Ja. Uiteraard, jongens. Uiteraard, jongens. Ik probeer even de boel een beetje in beeld te krijgen. Zo, we plaatsen hier ook nog één. Hopsakee, wat een feest. Ons huis is gewoon letterlijk een feestkasteel. We moeten het denk ik ook maar gewoon zo noemen. Het feestkasteel. Kennen jullie dat nog? Het zandkasteel. Die televisieserie. Oh, dat waren tijden. Nou, dit is dus niet het zandkasteel, maar het feestkasteel. Hopsakeetje, overal vlaggen. Plaatsen we hier nog even wat ballonnen zo aan de zijkant. Als het kan. Kan ik nog wat ballonnen plaatsen? Ja, bam. Tjonge jongen nog aan toe. Dit is fantastisch. We moeten hier nog wat pizzapunten opleggen. Hier en hier twee popcornautomaten. Hier nog een whiteboard waar we lekker op kunnen kladderen. En dan maken we er gewoon echt iets moois van. En hier wil ik een soort van geheime kamer maken. Waar je zeg maar alleen mag komen met een jetpack. Hebben jullie een leuk idee? Laat het in de comments weten. Jongens en meisjes, abonneer geheel gratis. Druk ook even op dat belletje wanneer je geabonneerd bent. En tot de volgende keer. Adios.